Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van de PR Modpack. Jongens, ik had de vorige aflevering gezegd van, jongens, we gaan een invite eruit. Jullie krijgen een invite. Nou, dacht ik niet goed na, want binnenkort is de Dirty Tube Gathering, die is al dit weekend. En ik ben vrijdag, zaterdag en zondag ben ik niet thuis. Dus mij leek het eigenlijk eerlijk gezegd niet verstandig om een invite te doen. Want dan kan ik niet checken hoe het gaat op de server. Dan kan ik niet de mensen zien. Ik vind het geen fijn gevoel om net nieuw iemand in de server te gooien. Die ik nog niet ken. En dat ik er 3 dagen ook gewoon niet aanwezig ben. Dus als er iets aan de hand is, die dude gaat alles grieven. Die dude gaat alles kapot maken. Die dude gaat weet ik veel wat doen. Dan kan ik dat niet zien. Dus wat we gaan doen, jongens. Ik zou zeggen, doe allemaal dat blauwe duimpje omhoog. Want wat wij gewoon gaan doen. Wij gaan aanstaande maandag gaan wij een invite eruit gooien. En dan in dezelfde week gaan we nog een invite eruit gooien. Ik zou dat natuurlijk elke week doen. Maar dus volgende week 2 invites. There we go. Wat wij vandaag gaan doen, jongens. Ik moet dus ook vooruit opnemen. En wat we meestal gaan doen als ik vooruit moet op gaan nemen. Ga ik minen. En dat is ook precies wat wij vandaag gaan doen. Wij gaan minen. Het eerste wat we gaan doen is enchanten. Dat dus niet minen. Vinden jullie waarschijnlijk super chill. Van ja, Sam gaat niet minen nog. Ik ben level 27. En iedereen haat mij. Omdat ik... Ik doe niks met mijn levels. Ik doe echt helemaal niks met mijn levels. En iedereen vindt dat zo, zo kut gewoon. Ik zeg het maar gewoon. Dus ja, wat ik ga doen. Ik ga voor jullie mijn mijn nether portal ga ik weghalen. Ik heb daar 4 blokken nodig als het goed is. Maakt niet uit dat die kapot gaat. Ik bedoel, ik hoef niet naar de nether. Ik ben er al geweest. Wat ik heb daar gedaan, by the way, als je de livestream niet had gekeken. Ik had quartz verzameld. Want mijn huisje daarboven, wait for it. Het huisje daarboven is voor 80% af. Ik bedoel, het is, we kunnen erin wonen. We kunnen alle machines ernaartoe gaan verplaatsen. En dat ga ik doen na de Dutch Tube Gathering. Dus dat wordt super chill. En dan moet ik nog allemaal basalt eromheen gooien. Dus dat zwarte randje, dat wil ik overal omheen hebben. Want het ziet er even wat mooier uit. Dan heb ik ook protectie. En dan gaan we beginnen met ons NASA base. Dan gaan we de machines gaan we super ver gaan we knallen. We gaan heel veel energie gaan we fixen. Dat is als eerste wat ik wil gaan doen. Ik wil een mesproductie aan windmills. Dus windmolens. Daar wil ik een mesproductie van maken. Dat ik daar echt rond 20, 30 van heb of zo. Dat lijkt me super chill. Dan hebben we nooit meer energieproblemen. Dat is natuurlijk super fijn. Hey, dit heb ik niet nodig. Dat leg ik ook even weg. Wat wij dus gaan doen. Wij gaan dus inderdaad minen. Nou, we gaan niet zomaar even... Oh, wacht. Ik zal dit... Want als het goed is, als ik rechtermuis... Ja, hier. Als ik rechtermuis knop, plant hij het ook gewoon meteen. Dat is super chill. We gaan niet zomaar minen. Ik bedoel, ja, we gaan eigenlijk wel zomaar minen. We gaan ver weg, random in een cave, gaan we naartoe. En kijken wat we daar allemaal kunnen scoren. En het fijnste zal zijn, is kool. We hebben kool serieus nodig voor energie, voor carbon... Voor dingen te gaan maken. Redstone hebben we nodig. Ja, dus het klinkt heel raar, maar ik heb inderdaad redstone nodig. En iron deels, soort van. We hebben niet super veel iron nodig, maar vooral heel veel kool. Want ik wil dus een mooie setup maken. Dat ik gewoon een goede furnace heb. Dat alles gewoon chill aan het smelten is. Pretty fucking much. En hoe doe ik dat? Dan hebben we dus zo'n energized smelter nodig. Die moeten we dan upgraden. En dat is dus pretty much wat wij gaan doen. Dit ga ik even allemaal hierin leggen. Ik weet dat het allemaal een beetje druk is. Het ziet er allemaal een beetje druk uit. Omdat er allemaal shizzle kabizzle in zit. Hier, Yulon locks en zo. Weet ik veel wat er allemaal in zit. Hier zit ook wat in. Maar dit gooi ik even hierin. Ik weet dat deze niet aan het koken is. Maar I do not care. Ik heb een backpack mee. En we hebben 2 diamonds. We hebben een boekerie. Ik heb denk ik net al mijn boeken veranderd in bookcases. Nice, Sam. Hebben we niet ergens anders nog bookcases? Als het goed is, hebben we wel ergens anders nog bookcases. Ik weet het niet eerlijk gezegd. Als het goed is, had ik er eentje, of had ik een paar weggehaald bij een village. Maar het zou zo kunnen zijn dat ik die net heb gebruikt allemaal. Ik denk het wel. Ik ben er bang van wel dat ik dat anders moet hierin zitten. Oeh, 24 boeken. Netjes, Sam. Netjes. Dat vind ik dan leuk om te zien. Enchant. Alright, dus wij kunnen een enchantment table maken. En dat is zeker weten wat we gaan doen. Boop. There we go. Nice. Eindelijk mijn enchanter. Bam. En dan gaan wij nog een paar boeken. We hebben 23 boeken, dus we kunnen nog wel een paar bookcases maken. En dat is ook zeker weten wat wij moeten doen.
gooi hier gewoon al ons jungle wood, wat ik wat best wel, nou niet super zeldzaam, maar ik heb er hard voor gewerkt om de bookcases te krijgen, of om jungle wood te krijgen. There we go. Ik weet niet waarom ik ineens een librarium krijg nu, want ik had hem al complete. Misschien is het maak 10 van die dingen of zo. Ik denk het wel. Nee, build some bookshelves to improve your enchantment table. Oh, dan moet je natuurlijk eerst een enchantment table hebben. Oké, dat is nice. Cool. Deze leggen we hier neer. Bam, bam. Deze moet weg. Get out of my way. En als het goed is, kunnen wij meteen level, kunnen wij meteen gaan enchanten. Het enige probleem is, ik wil level 28 enchanten. En het nare ook is, jongens. Trouwens, ik heb by the way een sharpness zwaard. Die had ik gekregen van Erwin als cadeautje. Hetzelfde geld met de builders, want die gaf hij aan mij. Van, good job, son. Thanks, dude. Dus, nice. Thanks, Erwin. Dat heb ik zeker weten nodig. Super chill dat je me die aan mij geeft. Want dat versnelt heel erg het proces. Oké, dat gaat lekker pruttelen. Dit ziet er ook echt heel erg netjes uit. Dus gaan we die ene level even snel scoren. Want het probleem is, we krijgen hier geen experience uit. En dat is super naar. Dus wat we moeten doen, is of animals killen. Of, ik heb werkelijk geen flauw idee wat we moeten doen. We hebben XP nodig en hoe krijg je snel XP? Dat is de vraag. Ik denk deze dingen eruit halen, eerlijk gezegd. Als hier wat in zit, there we go. Ik bedoel, het geeft me niks. Het geeft me serieus echt helemaal niks. Ik denk dat het enchanten gedeelte... Ik wil enchanten. Ik wil enchanten voordat ik wegga. En al zal het... Oh, weet je wat? Ik ga gewoon even snel levels fixen. 3, 2, 1... Allee, jongens, de struggles zijn real. Ik moet deze kip killen, maar deze kip heeft heel veel HP, zoals je al ziet. Oh, shit, niet wegrennen. Niet wegrennen. There we go. Maar, misschien krijg ik er ook wel meer XP van. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Laten we gaan kijken. Ah, hij is nu dood. Nope, we krijgen gewoon echt super weinig XP. Naar, we zijn level 27 nog steeds. We zijn er bijna. We moeten level 28 dus halen om mijn pickaxe te gaan enchanten. En ja, ik wil heel graag mijn pickaxe enchanten en niet mijn chestplate of niet mijn zwaard. Ik heb al een enchanted zwaard, dus waarom zou ik die ook überhaupt enchanten? Maar ik wil heel graag mijn pickaxe enchanten, want als er Fortune opkomt... Nou, Fortune, als dat erop komt, dan ben ik zo blij. Want Fortune is natuurlijk super chill om te hebben. Oeh, hier zijn creepers en zombies. Blijkbaar niet. Er staat op mijn minimum dat hier creepers en zombies staan. Misschien onder. Maar het is super weird. Anyway, wij gaan nog even wat killen. Wij gaan nog even wat XP verzamelen. En daarna gaan wij minen. En we zijn level 28, jongens. Super nice. We zijn ook best wel dicht bij mijn home. Dus daar gaan we even naartoe. We gaan even slapen. Daarna gaan wij level 28 enchanten. En het fijnste zal dus zijn Fortune. Al zit er alleen Fortune op, dan ben ik blij. Silk Touch zal super naar zijn. Ik wil geen Silk Touch hebben. Dat wil ik niet. Wel, misschien wel, want dan kan je je diamonds smelten. Ah, soort van. Maybe. Ik liever niet. Liever geen Silk Touch. Ik wil... What the fuck? Het sneeuwt in de desert, jongens. Snowing in the desert and it feels so good. Alright. Maar, Fortune zal supergoed zijn. Waarom zal Fortune supergoed zijn? Nou, het is logisch. Als je Fortune hebt, dan hak je 1 kool weg en dan krijg je er 4 van. En zoals ik al zei, wij hebben ook heel veel kool nodig. Dus zoiets als Fortune, dat kan gewoon echt een game changer zijn. Dan kan ik gewoon ervoor zorgen. What the fuck? No, die dingen zijn super zeldzaam. Die dingen zijn echt super... Die zie je echt niet vaak. Oh my god. Dat is echt super vet om te zien, though. We gaan gewoon hopen op Fortune. You know, let's go. Bam. Een breaking en XP boost. Extra XP from mob kills. Waarom zou ik die op een zwaard willen? Of op een pickaxe willen? Oké, wel, er zit een breaking 3 op. Dus jullie zeggen altijd van... Sam, je mag niet klagen als je een breaking hebt, want een breaking is ook super chill. We gaan even slapen. Daarna ga ik helemaal links. En dan gaan wij naar een leuke cave zoeken. En dan gaan we daarin. En hopen dat we wat chills kunnen vinden. Let's flipping go. Guys, jongens, wij gaan hier een plekje zoeken. Ik denk naast het sneeuw ergens. Het lijkt mij wel super chill. Of gewoon een cave. Als hier een cave is, dan gaan we hierin. Ik denk dat dit een cave is. Let's fucking go. Wow, dit ziet er echt fucking creepy uit. Zou jij hier door het echte leven, als je zo'n cave ziet, zou je daar doorheen gaan? Ik denk het niet. De vraag is, krijg ik nu meer XP van mining? Ik denk het niet, want er staat extra XP voor mob kills. Maar dat is eigenlijk wel een hele chille enchant om te hebben voor een zwaard. Ik bedoel, als jij 3 extra... En tenminste, het is level 3. Als je die op je zwaard krijgt en je killt een monster... En je krijgt bijvoorbeeld 1 hele level van level 1 naar 2 bijvoorbeeld...
Dat zal super gunstig zijn. Dat is echt best wel heel erg veel. En zoals ik hier al zei, hier is ook best wel heel erg veel ores. Dus daar ben ik super blij mee. Die gaan we ook even maken. Dan natuurlijk even nodig. Hier wat copper ore, super nice. Wat coal ore. En zoals ik al zei, we komen hier niet voor de diamonds. We komen hier niet voor, weet ik veel, wat de hel? Lijkt de server? Nee, dat lag dus aan mij. God damn it. Tenminste, of het lag aan mij, of het lag aan de wereld. Als het allemaal groen is, daar linksonder. Dus achter mij. Haha, ik sta in de weg. Dan betekent dat dat de server niet aan het lag is. Alright. We hebben, nog meer iron. Dit loopt al super ver door. Kijk, dit is waarom ik even wil gaan minen. Want als ik binnenkort al die machines wil gaan maken, wil ik er meestal veel gaan maken, right? Dan wil ik er niet één, wil ik er niet twee. Dan wil ik er meestal gewoon echt 10 maken. En als ik dan niet veel ores heb, ik heb er heel erg weinig, dan kom ik niet ver. Dan kan ik niet even zeggen van, yo, ik wil nu dit maken. Yo, ik wil nu dat maken. Want dan moet ik eerst zeggen van, ik moet gaan minen. Ik moet dit gaan doen. Ik moet dat gaan doen. Dus daarom vind ik het heel erg chill om in het begin vooral, ik bedoel, come on, dit is best wel nog het begin, om, oep, die hebben we, dan heel erg te veel te gaan minen. Omdat je natuurlijk nog gewoon vet voor ores krijgt, daarmee kan je gewoon goed aan de, chill aan de slag. Het regent hier trouwens, het is vandaag natuurlijk King's Day. Fijne Koningsdag iedereen jongens, als jullie het hebben gevierd. Let me know als jullie niks hebben gedaan, let me know zoals ik ga niks doen. Koningsdag, nee, niet echt. Maar het weer lijkt er wel heel erg op hier in Minecraft. Alleen maar regen. Het regent letterlijk alleen maar. God damn it. Cool. We zijn dus nu in the middle of nowhere. Pretty fucking much. En we gaan nu gewoon lekker graven. En we vinden wat silicon ore. We nemen gewoon alle ores mee die we nodig hebben. Silicon hebben we later goed nodig. Tenminste, denk ik. Hoop ik. Je moet er gewoon vanuit gaan dat je dat nodig hebt. Maar uiteindelijk wil ik een hele grote cave zoeken. Dat is mijn goal, waar ik gewoon chill kan wonen. Of wonen. Ja, misschien wel gaan wonen uiteindelijk. Ik wil, dat heb ik aan jullie nog niet verteld. Ik wil dus ook een hele grote basement maken. En ik zeg misschien wel wonen van, oh my god Sam, ga je dan zo ver? Je kan uiteindelijk teleporten. Dus als ik een hele vette, dikke, grote ruimte ga vinden onder de grond, wil ik dat gaan marken en wil ik dat echt gewoon in mijn achterhoofd houden. Zo van, hey, hier kan ik misschien al niet wonen per se. Ik bedoel meer iets gaan bouwen eerder. Als ik zeg van ik wil ergens gaan bouwen, dan noem ik dat meteen meteen instant van yo, ik ga daar wonen. I don't know why. Cool, wat ik heel graag wil doen is hier naar beneden. Daar zie ik ook lava en ik heb een goed gevoel en altijd goed ervaring met lava. En dan denk je waarschijnlijk van what the fuck Sam, hoe de fuck kan dat? Hoe kan jij chille ervaring hebben met lava? Nou, elke keer als ik lava zie, vind ik wel diamonds of redstone. Of gold, of whatsoever. Dus ik vind dat super chill. Ik weet niet of dat echt, dat je meer kans hebt om het te vinden daar bij lava. Ik weet dat ik het al eerder heb gevraagd. En de helft zei nee en de helft zei ja. Het is denk ik maar net je personal ervaring. Als jij denkt van, ik heb een goede persoonlijke ervaring met lava waar ik oors kan vinden. Dan krijg je daar oors. En als je dat niet hebt, dan vind je echt anders oors. I don't know. I guess. Maar wij gaan gewoon lekker daar naartoe. We zijn er al. Oh, we zijn er al. Oh, osmium. Oh, dit is heel erg fijn. Oh, dit is heel erg fijn. Yes, dit is super chill. Alright, laten we gaan hakken. Ik weet dat die creeper eraan komt. Creeper is nog niet. Oeh, wat is dit nou weer? Damn. Damn, dit is een hele grote cave, jongens. We hebben een hele grote cave gevonden. Dat is super gunstig, want dat hebben we nodig. Want we hebben natuurlijk heel veel ores nodig. Nice, dit is super chill. Cool, laten we alles even gaan meenemen. Hier, ladder. Oh, fuck die creeper. Fuck you, creeper. Oeh. Ik kill hem ook gewoon echt in één keer. Gewoon bam. One hit, one kill zeggen we dan. Wat tin ore, wat gold ore. Ik neem het allemaal mee. Vergeet niet, we kunnen nu natuurlijk een golden notch maken. En dat zal heel erg fijn zijn als we dat kunnen fixen. Er werd trouwens ook verteld van Sam, je moet eigenlijk een PM modpack hardcore server gaan maken. En ik zat te denken, het is eigenlijk niet eens een super slecht idee, weet je dat. Dus dan moet je voorstellen dat de YouTubers die erop zitten, die dan het hardcore aspect aan en uit kunnen zetten, om zo te zeggen. En dus dan kan je gewoon zeggen van, als je bijvoorbeeld Erwin, of je kijkt mij, of ik ben doodgegaan, maar je wilt niet dat ik, als ik doodga, dat de serie stopt, dan is het natuurlijk wel, dan is de server, denk ik, best wel heel erg saai, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Hoe leuk zal het zijn als we dat doen, en elke keer als iemand doodgaat, dan gooien we 10 mensen op de server, sorry, ik heb
Dan gooi je 10 mensen op de server. En dan elke keer als iemand doodgaat, gooi je weer iemand anders erop. Ik denk dat dat wel een heel leuk concept is. Dan krijg je natuurlijk uiteindelijk wel eens mensen die super sterk zijn. Maar dan kunnen wij bijvoorbeeld ook traps maken voor die andere. Wij moeten hem eigenlijk hun proberen te killen. Maar dan niet op een directe wijze van, yo, ik kill jou met mijn zwaard. Maar gewoon proberen traps in hun base neer te leggen. Dus eigenlijk gewoon in hun flink naaien. Om zo te zeggen. We moeten hun gewoon helemaal dwars zitten. Iemand zei dat in de reacties van de vorige aflevering. En ik vond het eigenlijk best wel een heel erg leuk concept. Omdat ik mensen dwars moet zitten om hun proberen te gaan killen. Om voor jullie een invite te regelen. Dat is best wel een leuk concept, vind ik. Dus wellicht komt dat ooit een keer eens eraan. Ik denk het niet, hoor. Oh, shitballs. Ik denk niet dat we dat nog wel in een lange tijd gaan doen. Maar ik heb... Al laat, zeg ik niet. Ik heb vorig jaar... Iets langer dan een jaar geleden heb ik ook PM Modpack Hardcore gedaan. Jullie vonden dat het ook super leuk. Ik heb natuurlijk nu een normale hardcore serie runnen waar ik net de End the Dragon heb verslagen. Waar ik super trots op ben. Ik neem dat Silicon niet meer mee. Ik bedoel, ik heb... Nou, ik heb 11 Silicon. Ik kan denk ik wel gewoon wat mee. Dat is denk ik ook geen enkel probleem. Maar ik heb dus natuurlijk de End the Dragon verslagen. En uiteindelijk zal die serie natuurlijk op stop komen. En dan wil ik eigenlijk mijn PM Modpack Hardcore serie gaan beginnen. En dan eigenlijk precies hetzelfde doen. Versla de Ender Dragon. En vergeet niet, de Ender Dragon is moeilijker geworden als de Hardcore Expansion of Hardcore End Expansion erin zit. En als het goed is, zit die er ook in. Dus dat wordt ook natuurlijk super, maar ook echt super tof. Maar laat me weten of jullie denken van, ja Sam, dat moet je doen. Of nee, dat moet je niet doen. Ik vind het altijd wel leuk om feedback te krijgen. Ik hoor hier ook ontiegelijk veel zombies. Ik heb het gevoel dat hier een zombie spawner zit. Want er spawnen hier echt alleen maar zombies. Geen skeletons, geen creepers. Wel, we zagen wel een creeper. Maar alleen maar zombies, pretty much. Niet dat het erg is. Ik bedoel, het is best wel... Zombies zijn het minst erg, right? Die hoor je ook chill aankomen. Ik wil, nu komt er weer eentje. 3, 2, 1, bam. Daar is hij. Laat die hem ook even gaan killen. Ik wil hier naartoe, want dit ziet er verdacht uit. Dit ziet er heel erg verdacht uit. En ik weet eerlijk gezegd niet wat het is. Maar hoe komen we daar? Oeh. Endermans? 3 Endermans? Wacht, is mijn inventory alweer vol? Wauw, mijn inventory is echt fucking snel vol. Damn. Ja, dat gaat echt heel erg snel met al deze verschillende ores. Oké, dit gooi je even allemaal weg. There we go. Hoe komen we daar? Dat is de vraag. Ik wil hier naartoe, dus. Ik denk dat we daar gewoon naartoe gaan graven. Want dat zou zomaar een spawner kunnen... Oh my god, er komen 3 zombies nu. Check hoeveel zombies hier zijn dan. Dit is niet goed, hoor. Er zijn zoveel zombies daar. Sowieso dat daar een spawner is. 100% zeker dat daar een spawner zit. We gaan daar naartoe en we gaan even checken wat daar zit. Ik ben heel erg benieuwd. Het zit hier ergens onder. Goddammit, hak ik mijn eigen toortje kapot. Het zit hier ergens onder. Het is sowieso naar beneden, right? Yeah, het is sowieso naar beneden. Oh my god, je hoort er echt zoveel. Oeh, wat iron. Sure, dat neem ik ook maar mee. Ik bedoel, waarom niet? Zilver, gaan we zilver... Of tin, hoor, gaan we dat ermee nemen? Waarom niet, toch? Al deze zombies. Ik weet niet of jullie het goed kunnen horen, omdat jullie natuurlijk muziek hebben. Maar geloof me. Het is best wel heel erg veel. En ik ga er nu gewoon ook direct op af. Het zit hier gewoon beneden me. Daar is het. Al deze fucking zombies, jongens. Al deze flipping zombies. Oh shit. Well, we gaan een beetje naar beneden. Oké, niet te veel. Niet te veel. Niet overdrijven. Oké, there we go. Let's kill all the zombies, jongens. Get ready. Oh, we kunnen natuurlijk gewoon spammen. Haha. Dat is natuurlijk nu geen enkel probleem om te spammen. Oh, wow. Look at this. Look at this. What the hell? Oh goddammit, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Ik hit hem, ik hit hem. Oh my god. Dat was super close. Damn jongens, we hebben in ieder geval... Oeh, what the fuck? Hij heeft een head. Oeh, ectoplasma, right? Ectoplasma, dat is super zeldzaam. Als goed werd er ook net verteld van... ja, hier je spear, heb je misschien 1 ectoplasma. Die kan ik goed gaan verkopen aan hun. Ik heb trouwens niet echt duidelijk verteld hoe je kan uiteindelijk kan... Hoe ik kan traden met de mensen. En Erwin ook kan traden met de mensen op de server. Erwin zei ze van, yo, kan ik gewoon tp'en naar hun en traden? Ja, je kan tp'en en ja, je kan traden. Maar dat maakt het wel heel erg makkelijk en saai. Wat ik aan zat te denken. En wat ik ook ga doen. Als ik naar de maan kan, dan moeten we daar met z'n allen een community hub maken. Waardoor we met z'n allen daar kunnen gaan traden. Dus als er iets nodig is, als jij iets wil kopen van mij. Moet je helemaal naar de maan. Moet je daar gaan traden. En tada. Nou, dat lijkt me super leuk. Of je moet aan de Mars of weet ik veel waar. Waar je naartoe moet. Maar dat lijkt me in ieder geval super leuk.
Right guys, ik wil jullie erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Als je hem leuk vindt, dan natuurlijk niet een blauw duimpje te doen. Volgende aflevering gaan we gewoon hier gezellig verder. We gaan kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Misschien een paar nieuwe chests, misschien een paar nieuwe saplings kunnen we vinden. Dat zou super tof zijn. Bedankt voor het kijken. Check jullie de volgende keer weer. En ik zeg peace.